61 Saints. That's all I got to get to y'all. She ain't came, yeah, that midnight train. Ja, beste mensen, heel hartelijk welkom. Vandaag een zeer bijzondere uitzending op een speciale dag. Vandaag is namelijk de dag dat het debuutalbum van onze Harlingen superster Boas uitkomt. Yes. En deze uitzending leek het ons dus leuk om de plaat van A tot Z integraal voor jullie te draaien. En Boas geeft zelf ook even wat tekst en uitleg bij de liedjes van de plaat. Boas, welkom. Dankjewel, bedankt dat ik hier mag zijn. Wat super dat we gewoon hier de aandacht kunnen geven aan het album. Ja, eindelijk is het zover, man. Hoe voel je je erbij? Heel goed, heel goed. Het wordt echt een te gekke... het is gewoon te gek dat het uit is, weet je wel. Dat we gewoon lekker... Dat de mensen het kunnen horen. Ja, dat de mensen het kunnen horen. En je kan het ook lekker gaan spelen natuurlijk. Ja. Vanavond ook in de neus horen. Het begint om 8:00. Ja, met een mooi voorprogramma. Johan Zijlstra, dat is een goede. Ik zeg het altijd, dat is de nieuwe ontdekking van Friesland. En hij is een goede vriend van me. En ik zei, Johan, wil jij bij mij in een voorprogramma zitten? Hij zei, dat wil ik wel doen, jij? Hij is ook Friestalig, zo te horen. Ja. Vanavond dus op RSH even een voor de neushoornparty, even een director's cut, zeg maar. Je doet even wat verhaaltjes bij de tracks van het album. Ja. Super vet natuurlijk. Even kijken hoor. Waar begint het verhaal eigenlijk van Keep It Simple? Van Keep It Simple? Ja, was er een concept of ben je gewoon liedjes gaan schrijven? En hoe is dat proces gestart? Nou, ik ben gewoon liedjes gaan schrijven. Eigenlijk begon ook gelijk met het nummer waar het album mee begint. Met Midnight Train, die we net hebben gehoord. Ja. En dat was eigenlijk de eerste nummer van de hele plaat die al af was. En toen zouden we zo steeds nummers gaan schrijven. En eigenlijk wou ik hem eerst een andere titel geven. Dat vertel ik dan wel eens bij dat nummer komen. Ja. Maar toen keken we elkaar aan met z'n allen. En toen zei ik eigenlijk van, weet je, het is eigenlijk gewoon heel simpel. De plaat moet gewoon Keep It Simple, want dat omvat alles. Gewoon alles, want ik vertel heel veel verhalen erin. Maar eigenlijk de conclusie of het
conclusie van wat ik tegen die jongen zou zeggen die dat meemaakt, is gewoon houd het gewoon simpel, man. Ja, toch? Daarom deden we keep it simple. Ja, en dat is natuurlijk ook doorgevoerd in het artwork. Ja, voor de mensen, voor de kijkers, de plaat staat op tafel. Ja. En dat is ook te bekijken natuurlijk als je hem fysiek aanschaft. Daarover later meer. Yes. Ja, zin in, man. We gaan er een leuke uitzending van maken. Ja, ik heb er nog zoveel zin in. Yes. Zometeen gaan we eventjes het verhaal bij de track Sweet Sweet Honey horen. Die gaan we straks beluisteren. Yes. En dan duiken we even in het proces van het album. Dus van het schrijven tot het opnemen, tot het mixen en masteren. Daarover leuk, later man. Meer. Leuk, eerst man. Sweet Sweet Honey. You need sunshine, everybody. It's a little lighter to get through the night. Don't be shy, just open up, don't leave your tongue tied. There's more to life. Oh, I could show you what it means to be loved. Yes, Boas, we hebben nu naar de tweede single van de plaat geluisterd natuurlijk, die ook al is uitgekomen. Dus de mensen kennen misschien al. Yes, Sweet ja. Sweet Honey. Lekker swingen, er zit ook een videoclip bij. Ja. Ja, die monteren we ook even in de beelden natuurlijk. Hey, waar ik nu even met je wil induiken, dat is het albumproces, zeg maar. Ja. Dus ja, je begint natuurlijk met liedjes schrijven. Je neemt de producer in de hand. Hoe is dat een beetje gegaan, die start? Nou, eigenlijk als je het albumproces werk hoort, moet je eigenlijk eerst het verhaal weten van hoe ik bij Maurice ben gekomen. Ja. Maurice is de jongen die plaat heeft geproduceerd. Mm-hmm. Maar ook de jongen waar ik de meeste nummers mee heb gemaakt. Hoe het proces ging, is dat ik met al een nummertje kwam waarvan ik al dacht, nou, dit heeft potentie. En ging ik met hem ging ik het dan helemaal uitwerken tot echt een nummer die bijna helemaal af was. Mm-hmm. Dat we konden spelen met gitaar en zang. Ik zeg altijd, als je een goed nummer hebt, dan moet je hem daarmee kunnen spelen. Als je hem gewoon met gitaar en zang kunt overbrengen, is het een goed nummer. Ja, precies. En hij had toen bij We Were More, toen ik daar meedeed, had hij een filmpje gestuurd via een vriendin van, yo Boas, veel succes in de finale, zet hem op. En als je een keertje wil schrijven, moet je bij me komen, man. En dat heb ik gedaan. Toen ben ik bij hem gaan schrijven. Toen is Midnight Train gelijk de eerste sessie eruit gekomen. Mm-hmm. En toen ben ik daarna bleven maar schrijven. En op een gegeven moment kwam mijn punt. Zei ik van, ja, nog drie nummers erbij en we hebben een album, weet je wel. Nou, zei let's go. Dus wij die drie, vier nummers maken. Ja, en toen zeiden we, nou, we hebben nu een album, nu het produceren. Ik zei, wil jij me niet produceren? Ja. Toen heeft hij dat ook gedaan.
En nu werken we nog steeds nauw samen, speelt met mij in de band, doen we samen management. En, vet man. Ja. Toen je dat pakket zeg maar, had, dat je alle liedjes had geschreven en die kon je dus op de gitaar kon je zelf begeleiden, dan stond dat. Dan ga je natuurlijk de studio in om de boel op te nemen, zeg maar, als album zijnde. Hoe ging dat? Nou, we gingen in Mailman Studios in Utrecht, daar waren we. En dat ging eigenlijk heel, heel makkelijk, beginnen een hele week. En we hadden de jongens hebben we eerst 3 dagen van tevoren gerepeteerd om de basissteek gewoon goed te hebben. Dus gewoon drums, de drums, de bas, de strumgitaar, akoestisch vaak en de piano, om dat in 1 keer te kunnen opnemen. Ja. En de rest allemaal toevoegen en daarna. Mm-hmm. Dat heb je de basis. Dat had je de vocalen ook nog niet gedaan, dat kwam daarna? Dat kwam daarna. Okay. Heel veel vocalen, 1 of 2 vocalen hadden we wel in 1 keer gewoon tegelijk goed. Maar een aantal dingetjes, ja, je bent natuurlijk de hele dag aan het zingen. Ja. En op een gegeven moment ben je ook wel, is je stem ook wel klaar. Mm-hmm. Ik was bijvoorbeeld halverwege de week, was mijn stem ook gewoon een beetje weg. Omdat ik gewoon, was het 3 dagen achter elkaar, 7 uur per dag aan het zingen was. Ja, dat is keihard werken natuurlijk. Ja, als jij 7 uur per dag met je arm met een dumbbell of zo zit te doen. Ja, dan ben je ook kapot. Ja, op zoek naar de beste take natuurlijk ook de hele tijd. Dat is ook wel veel, veel werk. Ja, ja, ja. Dus zeg maar, toen die backing track stonden, toen heb je er later de vocalen overheen. Ja, en solootjes toegevoegd. Ja. Pedalsteel toegevoegd. Al die kleine, maar zoals de basis staat, basis is hazes, dan is het helemaal goed. Zeker. Hey, en bij de opening hebben we het ook al gehad over Keep It Simple natuurlijk, de titel van de plaat. Hoe ben je bij de titel gekomen en het concept? Nou, ik reed met Mauritius over de Afsluitdijk hier. Ja? Toen zei waar al die windmolens werden daar geplaatst. En toen zeiden wij van, wanneer, we blijven alleen maar meer en meer en meer plaatsen. Wanneer gaan we eens kijken naar echt wat we hebben en daar gewoon blij mee zijn. Weet je, waar moeten we maar meer en meer en meer. En toen kwamen we in een writing sessie in Hilversum in de Whistlelord Studios met Mercy John. Rollercoaster Danny Vera? Die heeft Rollercoaster met Danny Vera geschreven inderdaad. Ja. En toen begonnen we daarover te praten. Toen zeiden we Keep It Simple. En zo ging het. Soms zijn we in het nummer gerold. We gaan luisteren naar de titeltrack. Dit is Keep It Simple. Yes. I wish I could stop the beating. I'm tired of feeling defeated. If only time could stop for a while. So preachers, stop your preaching. And teachers, stop your teaching. I showed them what it's really all about. And it's so hard to keep it simple, but it's easy to try. It's when you feel most alive. Stop trying to be heroes, 'cause it all comes down to zero. It doesn't matter where we go. Is everything we know. It's so hard to keep it simple, but it's easy to try. It's when you
it's easy to try. It's when you feel most alive. That's what makes you feel most alive. I put my cards down, the table shakes. Afford to make another mistake. The wheel is turning, the ball has dropped. I'm so deep in it, just can't stop. Place your bet, it's time to roll the dice. Come with me, I will play real nice. I don't wanna stay friends, I wanna love you, and I'll do. It's a long drive and a getaway cab. They say love is like a game of chance. Grab the cards, baby, let's dance. I don't wanna stay friends, I wanna love you, and I'll do. Gambling with Love, Boas. Yes. Verhaal bij de plaat. Nou, het gaat eigenlijk gewoon over een meisje waar ik een, niet echt een relatie mee was. Ik had een kleine scharrel met haar. Ja. En maar ik liep een keer door haar woonplaats met haar. En toen zag ik dat zij gewoon met alle gasten gewoon aan het flirten was. Maar gewoon echt gewoon, we liepen over het terras en allemaal knipoogjes naar andere jongens die ik niet kende. Oh. En toen had ik op een gegeven moment... Dat schept niet echt vertrouwen. Nee. En op een gegeven moment had ik gewoon door dat zij gambling... Ze was gewoon met liefde aan het spelen van allemaal mannen. Ja. En ik had het nummer al liggen. En op een manier dacht ik, nou, ik ga hem daarmee afmaken. Toen heb ik hem daarna, toen het over was, heb ik hem afgemaakt. En het is gewoon een lekkere... ik noem het een beetje Downtown New York bar. Ja, heerlijk. En goed op dansen ook. Ja. Een dansbaar nummer. En dat vind ik gewoon super fijn dat mensen dat gewoon lekker los op kunnen gaan. Vanavond in Neushoorn staat iedereen hier gewoon op te swingen. Ja, ik hoop het wel, want het zou echt tof zijn. Ja. En dan gaan we nu straks naar de volgende plaat van het album, Lighthouse. Ja. Kun je ons daar ook eens in meenemen, hoe dat tot stand is gekomen? Dat is ontstaan op Schiermonnikoog. Kijk eens aan, daar heb je natuurlijk een lighthouse, mensen. Ja,
En ik was daar met, was het ook weer, een Valentijnsconcert, was ik op Schier. En het was zo koud, die dag dat we weggingen, dat de boten niet meer weg mochten. Was gewoon bevroren, de zee. Wow. Het was heel koud. Dus toen moesten we een dag langer daar blijven. En toen ging ik een rondje lopen 's ochtends. Toen keek ik zo omhoog, keek naar de lighthouse. Ik dacht, hoe vet zou het zijn als je lighthouse als een metafoor gebruikt voor een vrouw. Maar een vrouw die jou de weg wijst, die jou door liefde de weg wijst. Toen kwam ik thuis, toen ben ik met een nummer bezig gegaan. Ja. En ik kreeg... Een soort van lighthouse heb je dan gepakt als een soort van rots in de branding, zeg maar. Ja, ja. Dat je basis is en dat jij gewoon je ding kan doen. Ja. En dat de vrouw de basis is, zeg maar. Ja, ah, ja. Okay, ja. Meer dat zij jou, als je even niet meer weet hoe het moet, dat zij jou even de weg wijst. Zo van, hier moet je heen. En dan lost at sea. En toen was ik zo, weet je wel, toen ik jou zag. En ik vond het een mooie metafoor daarvoor. Zullen we gewoon lekker gaan luisteren? Ja, man. Let's go. I'm a daydreamer, a sucker for love, trying to find out what I want in life. I drink and I smoke whenever I like. Got a fear of missing out sometimes. I feel so satisfied laying here by your side. Oh, you shine so bright. You get me through the night. You take the time and guide me to your light to cheer me up. When I'm down, you lift me off of the ground. I'm the boat and you're my lighthouse, yeah. Mm, baby. Don't know where to stop, don't know where to start. I went out sailing with a broken heart. All alone, out at sea, until you came and rescued me. Oh, been at sea for a long, long time, but then you came and freed my mind. You shine so bright. You get me through the night. You take the time and guide me to your light. Cheer me up when I'm down. You lift me off of the ground. I'm the boat and you're my lighthouse. We don't have to leave this island of love. You and me. Cause you shine so bright. You get me through the night. You take the tide and guide me to your light. Cheer me up when I'm down. You lift me off of the ground. I'm the boat and you're my lighthouse. Yeah. Mm, baby, you're my lighthouse. Yeah. Ik ben Frank. Ik ben Boas. En je luistert naar de Boas Keep It Simple album special bij Omroep RSH. And sweet, are you looking for something to read or just longing
for some company. My shop is open only for you. You can come in and have a look only if you want to. I can see your eyes that you could love me. Keep snooping around, you'll come back to me. Vertelde ze net, tijdens dat de platen draaiden, vertelde je een mooi verhaal over de videoclip bij dit nummer, hè? Ja. Hoe dat precies gegaan is. Kun je nou, dat nog een keer vertellen? Ja, 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 natuurlijk. We waren bij een radio-uitzending van Q-Music met Maurice. En toen zeiden we van, we hebben nog geen videoclip. En toen zei Stefan, van Stefans Piano Bar bij Q, die zei van, waarom ga je niet gewoon met je telefoon? Toen zei van, ja, vet. Maurice zei, we gaan naar het Amsterdamse bos. Ik hou weer een bos bloemen en dan gaan we naar het Amsterdamse bos. Ik zei, is goed, let's go. Dus wij kwamen daar, super hete dag. Dat was echt twee weken, anderhalf week geleden of zo. En toen zei hij van, oké, let's go. Dus hij gewoon met zijn telefoontje. Nou, je hebt ziet een gedeelte dat ik aan het rennen ben. Met voor onze kijkers, je hebt de videoclip net gezien op beeld. Dus ze hebben hem al gezien. Precies, ah, ja. Vet. En je ziet dat ik aan het rennen ben. Maar we waren eigenlijk aan het rennen naar twee vrouwen. Ik zei, ladies, can I ask you something? Maar ik vroeg altijd voordat ze op het beeld wouden. En toen zeiden ze, no, you scary. Scary zelf. Ja, ik zei, okay. En toen mag je niet in een open cultuur als Amsterdam. Nee. En toen zeiden we, no, we don't want. Ik zei, okay. Toen zeiden we, we gaan het rennen wel gebruiken. Dus zo zaten we die hele tijd gewoon het Amsterdamse bos een beetje te redden. Ja. En dat was echt heel tof. Het is echt een soort van All You Need Is Love geworden. Inderdaad. Ja, echt super vet. Ja. En zeg maar, je hebt het artwork van de single heb je gemaakt op de Voorstraat, zei je net. Bij de bloemenzaak. Want wat is een beetje de metafoor van deze track? Wat is een beetje het concept? Nou, het is een winkeltje waar je... Ik zeg altijd bij het optreden, zeg ik altijd...
een plek waar je liefde kan krijgen. En dan kijk ik in het publiek en zie ik altijd één man lachen. Ik zeg, ik bedoel geen bordeel hoor. Dat, en dan moet ik zo wel lachen. Ja. Maar het is echt zo. Het is een plek waar je liefde kan krijgen. Met een, als metafoor, ik zeg altijd een gebroken hart. Met korting, want het is al even gebroken geweest. Maar het is wel weer gemaakt. En jij mag hem voor een beetje korting krijgen. Ja, zo, dat is altijd een mooie idee, vind ik altijd. Kijk eens. Top, man. Hey, even kijken. We draaien de plaat nu om, hè? We gaan nu naar kant B, volgens mij. Ja. We hebben kant A nu gehad. We zijn er doorheen gevlogen, natuurlijk. Achtereenvolgens hebben we gehoord eerste single Midnight Train. Ja. Tweede single Sweet Sweet Honey, ook 1 en 2 op de plaat. Keep It Simple, de titeltrack. Mm-hmm. Gambling With Love, Lighthouse. En als laatste van kant A, Love Street 55. Ja. Dus we gaan de plaat nu lekker omdraaien. We gaan naar Red Rose. Yes, let's go. Let's go. I think about you all the time, and I wonder who you are now. I look at your picture, oh, that smile on your face. Don't you remember sunny days? So open your eyes and see all the good times. Was a beautiful ride. We were free like a white dove in the sky. You were the red rose by my side. Move on. I tried to save it, it just wasn't enough. I hope you find it, get what you want. Cause in this life, Red Rose. Red Rose. Gelijke verandering van sfeertje naar kant B, heb ik het idee. Ja, maar het is natuurlijk een heel divers plaat. Dus je hebt allemaal verschillende sounds. Want met het mix en master Boas, om even terug te komen op het albumproces. Ja. Dan moet je natuurlijk ook de tracklist gaan samenstellen, wat de exacte volgorde wordt. Ja. Heb jij dat bepaald of is dat in overleg gegaan met de band? Of Overleg met onder andere Maurice en nog een paar andere mensen. Heb je er ook verschillende volgordes in getest? Of, Nou, we waren heel snel uit. Eigenlijk hebben we twee omgewisseld. Ik weet niet meer welke. Waren twee die we hebben omgewisseld en toen waren we klaar. Oh. Het was ook een heel snel gesprekje aan de telefoon. Zullen we het zo doen? Nou, als ik die zo en zo doe, dan heb ik ook gelijk. Oké, dan gaan we. Skitterend. Ja. Mooi. We hebben natuurlijk net Retro's gehoord. Ja. Wat is het verhaal achter die plaat? Nou, wat het is, zometeen komt een nummer die heet Love in the Fast Lane. Ja. En beide nummers gaan over hetzelfde meisje. En het ging zo, ik had een korte relatie met haar. Maar het ging
super snel. En toen uiteindelijk reed ik nooit, want ze wonen in Tiel. Maar ik reed daar nooit langs. Onderaan, ik ben altijd in Friesland, weet je wel. Ja, tuurlijk. En die week, toen het over was, reed ik denk ik 3 keer langs. Voor werk. En dacht ik, oh, wat moet ik nu een liedje over schrijven, weet je wel. Toen ben ik achterin de auto gaan zitten met mijn gitaar. En toen heb ik een liedje geschreven over dat ze... Misschien hebben ze wel misschien minder leuke dingen gehad aan het einde. Maar ze moet niet vergeten dat het ook heel veel leuke dingen is. Well, open your eyes and see all the good times. Because it was a beautiful ride. Oh, we were free. Zo, ja. Dat je de herinneringen moet koesteren, zeg maar. Ja, ja, je moet de goede, leuke dingen moet juist koesteren. Ja. Niet de andere. Nee, want wat ik ook merk inderdaad... Het liefst is natuurlijk het wel echt een overkoepelend thema, natuurlijk. Ja. Dat zie je natuurlijk vaak in de muziek, maar ook vooral echt op deze plaat. Ja. Want we gaan straks luisteren naar What a Feeling. Dat is de volgende die klaarstaat. Ja. Kun je ons daar ook eens in meenemen, kort? Nou, eigenlijk, dat gaat over mijn overgrootopa. Ja. En die kwam hier in Harlingen vanuit Suriname. En vandaar ook die krullen. En die kwam hier en die ontmoette mijn oma, Moemie. Ja. En die had hier een ouders hadden een sigarenwinkel hier in Harlingen. De Groenlandsvader? Hoe zei je? De Groenlandsvader? Wat nu de Groenlandsvader is, zeg maar? Nee. Maar in het, met naam van het straatje, ook een klein straatje in Harlingen hadden ze heen. Ja. En, maar dat was even een not done hier. Een Surinaamse meneer met een Friese dame. Nee, dat komt er nog niet. Dat komt er nog niet. Nee. En die zijn toen naar Amsterdam gegaan. Mm-hmm. En die hebben op de grachten... ja, ik zeg in de plaat 12 kinderen. Maar ik was in de war, want mijn opa, dus de vader van mijn moeder, die had 12 kinderen. Maar mijn oma had 9. Maar ik heb het even omgewisseld in het nummer. Was ik helemaal vergeten. Even een eerlijk momentje hier. Ja. Stel je voor dat het een wereldwijde hit wordt. Ja, maar ja, het kwam zo mooi uit. En toen, ik kreeg 12 kinderen. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk ook wel een liedje schrijven over de liefde van mijn ouders. Dus ik dacht... Oh, je hebt generaties daarop. Ja, generaties. Ja. Nou, dacht ik, nou, moet ik daar nog een liedje over schrijven? Toen kwam mijn schoonmoeder, ik was bezig, die zei... Waarom maak ik niet een liedje over jouw liefde? Ik zei, ja, nou, dan moet ik 3 van die dingen. Toen dacht ik, waarom combineer ik ze niet in 3? En een moraal van het verhaal is... Love, what a feeling. Don't stop believing. What a feeling. What a feeling. To buy cigarettes and put a love note in her grandma's hands. 12 kids came after that. Growing up in downtown Amsterdam, love comes around at unexpected times. It has its ups and downs, but that's alright. You see,
Zo, als je nu nog zit, dan weet ik het ook niet meer hoor. Het zwingt weer de pan uit, maat. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, heerlijk. Hey, en ja, de volgende Love in the Fastlane natuurlijk, waar we het net ook al een stukje over hebben gehad. Ja. Waar gaat die plaat over? Nou, het gaat over dat meisje waar ik Red was over. Oh ja, natuurlijk. Ja, sorry, ik heb niet opgelet natuurlijk. Ja, sorry. Nee, maar het is wel... Het ging heel snel. Ja. En daar heb ik heel veel van geleerd natuurlijk. En ik was daar net was de dag daarvoor gebeurd. Dacht daarna ook een writing sessie. Ze kwam er al een beetje beteuterd binnen. En toen zeiden ze van, zei Maurice van, wat is er aan de hand? Ik leg dat uit. Hij zei, wow man, dat zegt Love in the Fastlane. Ik zei, dat is een mooie. En toen zijn we gewoon daar verder gaan borduren. En ik vertel gewoon mijn verhaal erin. Zo van, you thought I found you. You said I was the one. Young, wild, you know, beautiful. Ja, je vertelt gewoon het verhaal hoe het is gegaan. En... maar ook haar wel de toekomst wens. En hoop dat zij vindt wat ze zoekt. Love in the Fastlane. You said I was the one, wild and free, just like a movie scene had just begun. I couldn't believe what I saw, pretty smile, careful heart. You shot me down with Cupid's dart, oh no. Little did I know what you were hiding down below. Love in a fast lane, it will leave you broken and in shame. Sunshine, the weeks flew by like smoke in the sky. But did we take our time? I couldn't believe what you said. You rang me cold out of bed, stole my heart and how I bled. Little did I know that you were able to let me go. Love in the fast lane, it will leave you broken and in shame. Yes, Boas. Yes. Klaar om te vliegen straks, hè? Ja, jij zegt dat dit net je favoriete was. Dat is mijn favoriete nummer van de plaat, ja, zeker. Love and Fast. Ja, Ready to Fly was Ready to Fly of Strong Love. Ik kan niet zo goed, dat switcht een beetje bij mij. Oké. Ja. Maar dan ga je wel van echt een nummer die echt bijna vliegt... en een nummer die heel subtiel klein ja, blijft. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, die twee contrasten, ja. Ja. Ik weet niet. Vind die combi fijn. Ja, die combi vind ik fijn. Ja. Als je, hangt van de mood af, denk ik. Ja, en ik heb een energiek en ze zeggen, ja, klaar op de knallen, doe Ready to Fly. Ja. Andere keer zit je s'avonds op een bank met een whiskytje en dan denk ik, oh ja, strong hey, good morning. Ja. Ah, darling. Ja.
Ja, lekker hey, man. We gaan even Ready to Flow gaan we straks draaien natuurlijk. Ja. Daar zijn we er ook bijna doorheen. Mm-hmm. Ben je een beetje klaar voor de reactie straks op de plaat? Ja. En de tour, dat je echt klaar bent om te gaan vliegen straks, zeg maar. Ja, ja. Ben je voorbereid? Ja, ja. Kun je ons daar eens in meenemen? Van, ja, nou gewoon staat er veel... een tour gepland? Of, Nou, ik doe mee een popronde. Ja? Dus ik heb gelijk... vanavond moeten we dan spelen. Maar morgen moet ik gelijk weer 2 optredens doen. Dat is popronde alweer. Dus het is, ik ben elk weekend, de komende 2-3 maanden, ben ik gewoon elk weekend aan het spelen bijna. Nou, Ready to Fly, man. Ja, ja, daar ging het nummer ook over. Ik pack my bags, I'm ready to fly, Joe, let's go. We gaan hem draaien. Yes, go. Let's fly. Stuck in lonely nights, felt like I was losing sight. Haven't seen the sunset in a long while. I was too busy wasting time. So I whistled in a lullaby, looking up to the sky. I know that I'll be fine, 'cause I'm ready. Understand what it means to be a man. It takes the seasons to grow. The places I've seen and the women I've known are giving me reasons to go. So I'm whistling a lullaby, pack my bags and say goodbye. I know that I'll be fine, 'cause I know that I'll be fine, 'cause like a bird I'm ready to fly. We zijn er doorheen, man. Yes. Voorbij gevlogen, hè? We hebben de hele plaat hebben we bijna gehad. Het ging echt snel. Ja, echt, hè? Ja, we zijn bijna klaar. Ik zei, jongens. We hebben nog één track te gaan. Heel speciaal nummer natuurlijk. Ja. Kun je ons daar eens in meenemen, in Strong Love? Ja. Nou, ik kwam in contact met mijn vriendin. Ja, toen was het nog niet mijn vriendin, maar nu wel. En dat is gegaan. Ik ontmoette haar en we kregen iets... En toen, een maand later, zou ze voor onbepaalde tijd verhuizen naar Sri Lanka. En toen is ze nog hier geweest om te vertellen wat ze ging doen. Ja, bij klopt jullie. Inderdaad. Toen hadden wij uitzending. Toen was ze nog meegekomen. En een dag later ging ze weg volgens mij. Ja, ja, klopt. Zo bijzonder toen. Ja, weet ja het was echt een bijzondere avond. Ja. En, maar zij ging weg, onbepaalde tijd. Dus we hadden gezegd, nou, we laten elkaar gaan. Doei. En toen, ongeveer een paar weken later, dacht ik, nou, doei, dat gaan we mooi dikke doei niet doen. Toen dacht Bob er even over na. Ja, toen dacht hij, wat heb ik dan gedaan, doei.
ik ben toen uit bed gestapt en ik pakte mijn gitaar en ik ben gewoon het nummer gaan schrijven, Strong Love. Yeah. Laatste punt op papier gezet, 3 keer doorgespeeld, haar opgebeld met de FaceTime, gespeeld met de vraag of ze mijn vriendin wil zijn. En wat zei ze toen? Nou, ze is nu mijn vriendin en ze is nu weer terug in Nederland. Cirkel rond. Cirkel rond. Zo is het. Hey, waar ik het nog wel eventjes over wil hebben. Ja. De plaat is natuurlijk klaar, die komt uit. Ja. Waar kunnen de mensen hem krijgen? Mensen kunnen hem krijgen als eerste bij mijn optredens. Ik heb ze altijd bij me. Ja? Vanavond ook in de neus horen? Ja. Ja, 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 ja. Okay. Dat is ook nog iets speciaals. Hè? Je hebt een merchandise tentje. En hoe, ja. Hoe regel je dat? En ze kunnen de vinyls kunnen ze krijgen, cd's. Ja. En een poster van... voor mij de eerste 60 mensen die een vinyl halen, krijgen een poster kunnen ze halen erbij. Ja. Van live in concert. Dat is top. En als ze een foto willen, dan heb ik ook een Polaroid. Maak een cameraatje. Heb zo'n camera, komt een fotootje uit, krijg je die er ook bij. Oh, kijk, dan heb je een heel mooi pakketje. Ja, je ja, 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 ja. Dus ja, je kan alles... Dat tijdens de live show dus. En dan ook streaming, denk ik, Spotify en zo. Streaming, Spotify, iTunes, alle grote streaming platformen. Cool. En je kan de plaat, vinyls kun je bijvoorbeeld bij Douwe, bij Mollema. In Vraneker zijn ze te koop. Ja. En via bol.com. Ja, het is ongelooflijk, want deze man toen hij 13 was, kwam hij voor het eerst bij mij. Volgens mij een van zijn eerste opnames. Ja. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, eerste radio, dat was echt... Ja, ook dat. Maar ook Kelm After the Storm heb je toen bij mijn ouderlijk huis nog opgenomen. Weet je oh, dat? Ja, van ja, Common ja, 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 ja. Dat was de allereerste keer dat wij elkaar zagen. Ja. Dat er nu dit album ligt, dat is echt schitterend, man. Ja, gaaf, hè. Vanuit gefeliciteerd namens Team RSH en namens mezelf ook. Dankjewel. En we gaan nu luisteren naar een hele speciale live versie van Strong Love. Ja, dankjewel. Hey, good morning, my darling, it's time to wake up, I know it's early, the sun is shining, it's a new day, but with you in my heart, I'll be okay. I didn't know what to believe, you've opened my eyes and and now I see we got a strong love and it's a hard time. But I don't wanna wait, girl, no, I wanna make you mine. Thought I could let you go and I've tried, but our love got stronger every single time. Hey, good morning, my darling, I saw you smiling in my dreams. It's getting harder every day, but with you in my heart, I'll be okay. I didn't know what to believe, you've opened my eyes and and now I see we got a strong love and it's a hard time. But I don't wanna wait, girl, no, I wanna make you mine. Thought I could let you go and I've tried, but our love got stronger every single time. You rock and roll through life, a quality I love, and I hope it time flies by so I could hold you in my arms. Yeah, good morning, and my darling, how is your coffee? I hope it's lovely. Yeah, I still miss you every day.